Door de vingerregen de afgelopen dagen was één ding zeker. Het zou een zware editie worden van de Dijkgatboscross. Geen harde paden, maar brubber en drassig gras. Desondanks waren er veel hardlopers die de cross van zondag een geweldige uitdaging vonden. Ja, de eerste plek, hoe was dat gegaan? Het was best wel goed gegaan, ja. Ja, het is volgens mij best wel een zwaar parcours. Wat is hier lastig aan? Nou, het begin dat is best heel drassig en zo, waardoor het is moeilijk om een goede start te hebben. Vind je het leuk om in dit soort omstandigheden te hard lopen? Ja, het is weer iets anders dan de atletiekbaan. Er is heel veel meer om je heen en zo, wat het gewoon wat interessanter maakt. Ben je ook een beetje tevreden met hoe het is gegaan, je tijd? Ik ben er wel tevreden over. Ik had harder kunnen gaan uiteindelijk, maar ja, dat is iets wat achteraf. Het ging wat minder dan ik had verwacht. Er staat heel veel modder. Was het nog wel een leuk parcours, maar helaas een paar keer door mijn enkel heen gegaan, dus dat maakt het iets minder makkelijk. Ja, en het parcours is heel zwaar, dat heb je al gezegd. Maar wat maakt het parcours zo zwaar? Al het water en zo zorgt ervoor dat de grond heel zacht wordt, waardoor je makkelijk wegzakt. En als er dan iets van een tak ligt, dan ga je nog door je enkel ook. Dus dat is niet optimaal in principe. Het is niet helemaal jouw voorkeur om hier te hard te lopen? Nou, het is wel een leuk parcours normaal als het iets minder blubberig is. Maar het was nog superleuk om te lopen hier nou. Ja, het ging vrij goed. Ik had een mooie podiumplek gehaald. Het was wel vrij blubberig. Het was echt... Je zakte gewoon een halve meter naar beneden, zeg maar. Vind je het wel leuk om dit soort parcours te doen? Of hou je meer van het verharde pad? Ja, ik vind het wel gewoon leuk om te doen. Maar ik vind het allebei wel leuk. Ik doe het ook wel allebei. Ja, het is leuk dat het een soort van competitietje is. En dat je dan dezelfde mensen altijd weer tegenkomt om tegen te strijden, zeg maar.